en welkom bij de zwangerschapsupdate van week 12. Dit is mijn laatste zwangerschapsupdate die ik zo in wekelijkse vorm ga doen. Ik weet niet wat ik vorige week had gezegd, volgens mij had ik gezegd dat dat ook de laatste was. Maar in week 12 is eigenlijk best wel veel gebeurd wat ik graag met jullie wil delen. En zodoende dat dit nog even een aparte is voor week 12. En dan ga je straks wat gebundelde updates krijgen. Dus niet meer zo vaak als nu. Om mee te beginnen, ik ben ontzettend verkouden, dus ik hoop niet dat jullie daar heel veel last van hebben. Maar ik vind het jammer om de update niet nu te filmen, maar volgende week. En dan dat ik het niet meer precies weet, zeg maar. Dus vandaar. Ze beginnen hier te zagen of zo. Ik hoor een lawaai, ik hoop dat het niet stout is. Goed, anyhow. Week 12. Het is een week en misschien zie je het ook wel aan me, maar ik voel me echt heel veel beter dan dat ik me in weken 6, 7, 8, 9 en ook 10 voelde. Het gaat echt zo. Dus dat is heel fijn. Ik hoop dat ik die stijgende lijn mag behouden. Behalve de verkoudheid, want dat is wel echt even heel zuur. Die begon maandags. Dus dat was, ja, dat was echt 12 plus 2, zeg maar. En ja, dat is wel gewoon echt een beetje vervelend. Maar goed, het hoort erbij. En dat is ook gewoon het seizoen voor nu natuurlijk. En ik heb wel het idee dat ik nu wat lagere weerstand heb. En daardoor gewoon iets sneller verkouden ben geworden dan dat ik anders zou zijn geweest. Maar goed, het is wat het is. En zo erg is het ook allemaal weer niet. Nou, week 12 was best wel weer ook een drukke week. Vorige week had ik ook verteld dat ik best wel veel te doen had, ook 's avonds. En doordat ik wat meer energie hier heb, kan ik het nu wel beter volhouden. Maar ik merk wel dat ik niet moet overdrijven. Ik moet echt nog wel rustig aan doen en op tijd naar bed gaan. Om de dagelijkse dingen gewoon goed te kunnen volhouden. Dus dat was één ding. Nou, verder heb ik een heel aantal praktische zaken gedaan in de afgelopen week. En dat is eigenlijk inschrijven voor de kinderopvang al. Hier bij ons in de buurt, wij wonen in een nieuwbouwwijk. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik denk het haast wel. Is de kinderopvang gewoon al heel snel vol. Ik belde, ja, Max gaat natuurlijk nu naar de kinderopvang en wij willen de baby graag naar dezelfde opvang sturen. Sturen, dat klinkt heel heftig. Brengen. Daar hebben we een heel goed gevoel bij en het is natuurlijk gewoon ook heel praktisch om twee kindjes naar dezelfde opvang te brengen. En toen ik belde, kreeg ik te horen, want ik wil graag op de dinsdag en donderdag, en dat zijn natuurlijk wel de populaire dagen, wil ik graag opvang. En tot en met januari was het gewoon nu al helemaal vol. Dus toen dacht ik, oeh, dat is wel even tricky. Dus ik heb gelijk gevraagd of wij vanaf juni ons kindje er mogen komen brengen. Op de dinsdag en de donderdag. Nou, dat kon. Ik heb me dus ingeschreven. Dat is geregeld. Ik ben blij mee. Want het zou toch vervelend zijn als het niet kan natuurlijk. Wat ik verder heb gedaan deze week is me ingeschreven voor de kraamzorg. Want ik kreeg een berichtje. Let op, dat moet voordat je 16 weken zwanger bent. Dat is ook een goeie. We hebben eigenlijk gewoon weer voor dezelfde kraamzorgorganisatie gekozen als de vorige keer. Omdat ons die gewoon goed bevallen was. Dat was een prima ervaring en zodoende gewoon dezelfde weer gekozen. Het is een wat kleinere organisatie en daar hebben wij gewoon wel een goed gevoel bij. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb me ook al ingeschreven voor het kraampakket van de zorgverzekering. Die krijg ik vergoed vanuit mijn verzekering. Dus ik dacht, waarom, ik ben nu toch bezig. Laat ik dat ook maar gelijk even gaan regelen. Dus dat heb ik ook nog gedaan. En toen was ik toch met die pakketten bezig. Toen heb ik ook alvast gekeken naar de blije doos. En hoe heet die ook alweer? Van de ouders van nu, van Ethos, heb ik aangevraagd. Ook van het kruidvat. En dat was het volgens mij. Dus als het goed is krijg ik daar binnenkort een mailtje van dat ik dat dan mag ophalen. En dat is toch een beetje mal misschien. Maar zulke pakketten is toch gewoon wel heel erg leuk. Je krijgt natuurlijk ook heel veel reclame ermee. En ook wel reclame thuis gestuurd. Maar ja, ik vind het wel waard. En ik heb vorige keer ook abonnement gehad op Ouders van Nu. Mogelijkerwijs dat ik dat deze keer wel weer wil. Is ook wel leuk voor in het verlof om te lezen. Dus moet nog even over nadenken. En het blad bij krijg je dan ook. En dat vond ik ook erg leuk om te lezen. Dus dat is even wat ik allemaal geregeld heb. Nou ja, hoe het bij mij ging, dat zei ik net ook al kort. Het gaat gewoon een stukje beter. Ik ben nog wel moe. En ik merk ook gewoon vooral in het weekend als we dan wat meer gaan doen. Ook met z'n drieën. Dat ik gewoon weinig energie heb. Als ik een paar keer de trap op en neer heb gelopen. Dat ik gewoon moe ben en snel buiten adem. Nou ja, nu ben ik verkouden. Dus dan is het natuurlijk nog iets sneller dan normaal, denk ik. Maar goed, dat is even wat het is. En gewoon toch nog wel wat weinig energie. Maar goed, ik mag niet klagen. Het gaat echt steeds beter. En wat natuurlijk deze week ook is geweest. Is dat wij
publiekelijk hebben gemaakt dat ik zwanger ben. Nu ook op social media, waaronder dus ook naar jullie toe, naar YouTube. En ja, de reacties zijn heel leuk. Dus dat is natuurlijk meestal wel zo op een zwangerschap. Maar ik vind het gewoon leuk om er nu ook echt over te kunnen gaan delen. En het niet meer voor me te houden. En dat maakt het ook allemaal weer wat echter. En dan is er nog iets speciaals wat er is gebeurd deze week. En dat is dat ik het kindje heb gevoeld. Volgens mij, ik weet niet of ik het in de vorige update heb gezegd. Maar dat begon in week 11. Dat ik voor het eerst die hele kleine plopjes en friemeltjes voelde. En toen dacht ik, is dit het nou? Dat is wel heel vroeg. Kan dat eigenlijk al wel? En ik weet ook niet of ik het gezegd heb in de vorige update. Maar ik had er een beetje zo'n gevoel bij van, dat kan toch nog niet, zeg maar dat. Maar het voelde wel echt heel anders dan de darmen die een beetje borrelen en doen. Want dat doen ze natuurlijk ook en wat extra als je zwanger bent. Tenminste, zo ervaar ik het. Maar dat voelt gewoon echt wel anders. En ik herken het natuurlijk ook van de vorige keer. Dus dat helpt misschien ook wel met dat je het eerder voelt. En ik heb ook het idee dat mijn buik nu echt wel harder groeit dan bij Max. Want de vorige keer had ik pas veel later positiebroeken aan. Nou, en nu heb ik eigenlijk praktisch elke dag al een positiebroek aan. Toevallig vandaag niet. Want ik heb nu nog één broek eigenlijk die me nog wel redelijk comfortabel zit. Een gewone broek, zeg maar. Dus ook het kindje voelen. En dat is maar heel af en toe hoor. Dat is echt al heel sporadisch. Zeker nog niet eens elke dag een keer, zeg maar. Maar wel dat ik dan soms denk, oh, dat was het weer. Dus superleuk. En ik moet ook zeggen dat ik van de vorige keer me ook herinner dat dat bewegen en dat voelen wat je hebt op een gegeven moment. Dat als het elke dag wordt, dat het zoiets fijns en zoiets bijzonders is. En dat vond ik echt het meest toffe aan het zwanger zijn de vorige keer. En dat heb ik ook na de tijd echt gemist. Dat ik vlak na de bevalling, die eerste dagen, dat ik, nou ja, dan gaan de darmen natuurlijk allemaal weer een beetje op de plek en zo. En dat geeft ook een rommelend gevoel. En dat ik eerst dacht, ik voel de baby. Oh nee, dat kan helemaal niet, want de baby ligt naast me. Weet je, dat idee van, dat kan helemaal niet, want Max ligt gewoon in het bedje. Maar toch voelde ik wat en dan associeer je dat. En dat is wel echt iets wat ik toen gemist heb. Dus daar kan ik nu wel naar uitkijken dat ik dat kindje straks voel trappelen en doen. En natuurlijk is het aan het eind ook niet altijd fijn, want dan word je er 's nachts door wakker geschopt en zo. Maar goed, dat hoort erbij. En dat maakt het ook wel heel bijzonder. Want de enige die dat uiteindelijk echt voelt, dat ben je natuurlijk zelf. Dus ja, dat en natuurlijk op een gegeven moment ook de partner die het aan de buitenkant kan voelen. Maar dat duurt echt nog wel iets langer. Volgens mij was dat de vorige keer bij mij pas met week 22 of zo. Dus dat je echt het kon voelen en op een gegeven moment natuurlijk ook kunt zien dat het kindje beweegt in de buik. En of dat het schopt, ja, dat is zo bijzonder. Daar kan ik echt wel naar uitkijken. Mag het lang genoeg daarover. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje week 12. Nou, wat ik ook nog heb gehad in week 12, volgens mij heb ik daar nog niet heel veel over verteld. Maar dat was mijn eerste bezoek aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Nou ja, als je me kent, dan weet je dat wij daar niet echt in de buurt wonen. Wij wonen in Twente, zoals je misschien aan mijn accent wel kunt horen. En waarom moet ik nou naar het VU? Nou, heel kort verhaal is eigenlijk dat ik een niche heb overgehouden aan mijn keizersnee van Max. En niche is een inham in de baarmoederwand. En dat ziet er bij iedereen anders uit. Bij mij is dat ontdekt in januari van dit jaar. En dat maakt dat de zwangerschap wat meer risico met zich meebrengt. En in Amsterdam doen ze onderzoek naar dit verschijnsel, zeg maar. En is mij dus gevraagd of ik 3 keer wil komen in mijn zwangerschap. Om te kijken hoe die niche groeit naarmate de buik groter wordt en het kindje groter wordt, zeg maar. En dat is dus allemaal onder wetenschappelijk onderzoek. En daarin geven ze dan ook een advies rond week 30 van de zwangerschap wanneer de keizersnee mag gaan plaatsvinden of moet gaan plaatsvinden. En dat geeft mij ook wel een prettig gevoel dat ze daar rekening mee houden en dat ze daar echt goed naar kijken. Omdat ja, de risico wat er aan vast zit is dat als je weeën krijgt dat de baarmoeder kan gaan scheuren. En dat wil je natuurlijk niet als er een kindje in zit. Dus dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Dus dat gaan we proberen te voorkomen natuurlijk. Door middel van een keizersnee, zodat ik dat geen weeën zal krijgen. En dat allemaal goed gaat, zeg maar. Dus spannend. Maar ik heb er wel echt een goed gevoel bij. Het was prettig, ook in Amsterdam. En een extra echo is natuurlijk ook wel leuk. Het was wel een heel gedoetje, want je bent maar een half uur daar of zo. En het is een uur en 3 kwartier rijden, zoals voor ons. Dus anderhalf uur en 3 kwartier. Dus dat is best wel een stukje. Voor een echo. Maar goed, het is wat het is. En het hoeft maar 3 keer. Dus op zich valt het nog best wel mee. Dus we hebben het kindje weggezien. En we hebben voor het eerst het hartje gehoord. Dat was ook wel heel speciaal.
Want dat doen ze vanaf week 12 pas. En zelf heb ik pas over, even kijken, 4 weken wennen. Echo met 16 weken bij de gynaecoloog. Tenminste, even een gauw en snelle echo. En we hebben besloten om een geslachtsbepalende echo te doen. Dus daarover zul je in de volgende update meer zien. Als we er dus achter komen wat het is. En ze hebben al een NIP-theorie toegepast. Afgelopen keer dus in Amsterdam. En die dame heeft de inschatting gemaakt. Wat dat was, ga ik even geheim houden. Want ik ben heel benieuwd of dat klopt straks met de geslachtsbepalingsecho. En dan zal je het zeker van me horen. Dus ja, wij willen graag weten wat het wordt. En wij zullen dat ook gewoon delen. Ja, we hebben altijd het idee gehad dat we een jongetjesgezin zouden hebben en krijgen. En ik ben heel benieuwd of dat ook zo gaat zijn. We gaan het zien. Nou goed, ik heb heel veel verteld volgens mij. Er is ook best veel gebeurd. Verder heb ik natuurlijk ook nog gewoon gewerkt en alle gewone dingen nog gedaan. Dus ja, het was best wel een druk weekje met veel ontwikkelingen. Maar wel een heel leuke week. En ja, veel dingen geregeld en gedaan zoals je hebt gehoord. Dus dat was de update van week 12. Ik hoop dat je het leuk vond. Mag je vragen voor me hebben, laat het me hieronder in de reacties even weten. En wil je mijn avontuur tijdens deze zwangerschap blijven volgen? Abonneer je dan gratis op mijn kanaal en doe ook even een duimpje omhoog. Zou ik echt heel tof vinden. Bedankt en tot de volgende. Doeg!